Bij de vijfde dag van de protestacties tegen het beleid van de regering zijn er afspraken gemaakt om in de rest van het weekend niet te demonstreren. Er is besloten dat de acties maandag doorgaan in Paramaribo. Dit zegt activist Enver Panka in een gesprek met onze nieuwsdienst. Hij merkt op dat de groep initiatiefnemers de ondersteuning van het volk aan de betoging zeer waarderen. Maar er zijn oren die luisteren, die leiden naar kwade bedoelingen. En om te voorkomen dat die luisterende oren horen, om te zorgen dat die kwade bedoelingen plaatsvinden, dan houden we het gewoon op maandag gaan we opschalen. Nou, Sansamitak vanaf het eerste die. Dus Koutou, ze worden ingezet om hun werk te doen. Ze zijn ordehandhavers. Oké, er zijn dingen gebeurd waarmee ik het niet eens ben. Is dat niet toch? Maar na de Marokko de Maïdo. Mi na lid van korps toe en mi sap van ade. Te je superieur. Gie wan opdracht. Je voert het uit of je voert het niet uit. Als je het uitvoert, gaat het gepaard met consequenties. Voer je het niet uit, gaat het ook gepaard met consequenties. Welke consequenties wegen voor jou het zwaarst? Dus ik kan die mannen begrijpen. Panka zegt verder het minder te vinden dat de derde dag van de protesten op het onafhankelijkheidsplein niet zo gunstig is verlopen. De activist heeft de demonstranten gevraagd om vandaag een minuut stilte in acht te nemen voor de baby's die de afgelopen dagen in het neonatale intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn overleden. De reden waarom ik het heb gevraagd is omdat misdrijf naar Patouk Chintu. En misap takwalo pa nanga mafuk chindeja. En als ouder van kinderen, het ergste dat je kan overkomen, is dat je je kind of je kinderen kwijtraakt. Dus van deze kant uit, namens ieder die hier is, wensen we de ouders van die kinderen die zijn gestorven heel veel sterkte toe. Panka heeft het volk dat meedoet met de acties verzocht zich naar behoren te gedragen om conflicten te voorkomen. Ook stelde hij dat een nieuwe eis van de actiegroep is dat functionarissen die meerdere functies hebben en de komende tijd afstand daarvan zullen doen, ontdaan worden van de privileges.